In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart spreekt RPL-TV regelmatig met lijstaanvoerders van de politieke partijen in Woerden. Vandaag zijn wij te gast bij Jaap van der Does, lijsttrekker van Lijst van der Does. Jaap van der Does, zou u zich aan de kijker wat nader willen voorstellen? Ja, heel graag. Ik ben Jaap van der Does. Ik ben heel lang geleden geboren in het mooie dorp Wassenaar. Ik ben in 1969 geëmigreerd naar Woerden en daar woon ik nog steeds. Dit is al ruim 44 jaar. Ik heb 25 jaar bij de politie in Woerden gewerkt en naar volle tevredenheid daar nog enige tijd in Utrecht en IJsselstein. Ik ben in 1994 in de politiek gegaan en daar zit ik nog steeds. Ik ben een van de langzittende politici in Woerden. Je hebt jezelf afgesplitst van de partij D66. Hoe kijk je erop terug? Nou, ik kijk erop terug op een hele goede periode met de collega's van D66. We zijn ook zonder rancune uit elkaar gegaan. We hadden een paar inzichtverschillen over onder andere de grondwaterstand in het Schilderskwartier en de Westelijke Randweg, de aanleg van de Westelijke Randweg. Dat waren vrij essentiële verschillen en dat leidde eigenlijk tot de breuk. Lijst van der Does richt zich met name op de lokale situatie in Woerden. Jaap, kun je aangeven waarin jullie verschillen van een partij als Inwonersbelangen of de nieuwe partij Sterk Woerden? Ja, ik moet zeggen dat alle partijen niet erg sterk verschillen. Je zal zeggen, waarom zijn er zoveel partijen? Ja, ze zijn in een hand, er valt wat te kiezen. Maar plaatselijk zijn de inkleuringen niet erg verschillend, zeg ik al. Als je op Westelijke Randweg neemt, dan zie je wel grote verschillen. Er zijn enkele partijen die dus tegen de Westelijke Randweg zijn en een aantal die ervoor zijn. En dat zijn punten die de komende tijd vooral gaan spelen. Maar op andere gebieden is er een behoorlijke eensgezindheid, moet ik zeggen. Kun je aangeven hoe jullie de economische situatie in Woerden zouden kunnen versterken? Nou, je kan een ondernemersvriendelijk beleid voeren. Dat hebben wij ook in het programma gezet. Door meten naast de ondernemer te gaan staan, mee te denken. Waar wil je je vestigen? Is dat een goede plaats? En wat is de bereikbaarheid van je bedrijf? Het is ook een wens natuurlijk om de Westelijke Randweg aan te leggen. Dat die wens ook bij de ondernemers gedaan, waardoor ze snel de Rijksweg kunnen bereiken. En als ze zich willen vestigen daar, dan is het ook een soort voorwaarde van de ondernemers. Ja, wij willen ons best vestigen in eventueel een nieuw gebiedje daar langs Abbasabaren. Maar dan moet er wel de bereikbaarheid goed zijn. Maar je kan ook denken aan een snelle vergunning verlenen bij bouwaanvragen en dat soort zaken. Dus kortom, gewoon meedenken met de ondernemer en ernaast gaan staan en regelmatig contact met elkaar houden, dat werkt heel goed. Opstellen van de Rijnstraat, om dat weer rein te laten worden. Ja, dat is een heel actueel onderwerp. Hè? Vandaar dat ik het vraag. Ja, nee, ik vind het enthousiasme aanstekelijk van de groep die ermee bezig is, geweldig. Maar ja, je moet toch ook de nadelen op een rijtje zetten. Als ik zie hoe moeilijk de ondernemers in de binnenstad nu al hebben. En door de Rijnstraat. Rijnstraat een aantal jaren gaat blokkeren, want dat kost minimaal 2 à 3 jaar om dat te realiseren. Dan denk ik dat er heel veel ondernemers kopje ondergaan. En dan hebben we dus wel de water in de Rijnstraat, maar minder ondernemers. Ik denk dat dit op dit moment niet opportun is. En misschien in de verre toekomst een keer realiseerbaar is, maar nu zijn we daar geen voorstander van. Nou, ik denk hoe gaan we naar ouderen kijken? 6000 mensen in onze gemeente zijn boven de 60 jaar. En die moeten steeds langer thuis blijven. De voorzieningen worden op dat gebied ook minder. En misschien wel terecht, maar je zal als samenleving toch behoorlijke inspanning moeten plegen om die groep op een goede manier in beeld te houden. En bijvoorbeeld eerste lijnsvoorzieningen in een wijk, de fysio, de tandarts, de huisarts, om die in een wijk te houden of in een kern te houden. Maar ook om te kijken, hoe kan ik die mensen een aantal keer per week boeien met leuke zaken. Er zijn initiatieven als een buurtkamer in het Staatsliedenkwartier, geweldig. Daar komen honderden mensen per week een paar uurtjes binnenlopen, een kopje koffie drinken en een kaartje leggen. Nou, dat soort voorzieningen moet je in elke wijk toch realiseren. En tegelijkertijd ook, de verpleegster in de wijk weer terugbrengen. Hè, waardoor snel hulp geboden kan worden als wat aan de hand is. Het moet wat dichter bij de ouderen georganiseerd worden. Ja, de lokale overheid kan niet anders, maar die kan wel natuurlijk via de wijkplatforms een aantal voorzieningen dus als het ware beogen en samen over praten. En dat gebeurt nu ook. Hè. De wijkplatforms kunnen daar een goede rol in spelen om dus een stukje recreatie te bieden aan die ouderen. Maar de verdere zorg is natuurlijk een kwestie van de landelijke zorg en de plaatselijke zorg. Hoe dat geregeld wordt, dat weet ik ook niet, maar het moet wel goed geregeld worden.
gaat de lijst van de Does na de verkiezingen door als regeringspartij? Nou, wij zouden graag meedoen, ja. Want als je wat opschrijft in een programma, dan wil je dat ook realiseren. En de kans om dat te realiseren, die zijn het sterkst als je in een coalitie dus deelneemt. Dus ik heb het eigenlijk al op mijn website al openlijk aangeboden dat we graag mee willen doen. Met anderen, die dus een beetje hetzelfde denken uiteraard. Dan wordt het wat moois, anders wordt het niets. En we zien wel na 19 maart hoe de hazen lopen en wie het voortouw neemt en daar wat partners bij zoekt. Zijn er partijen waarvan je zegt van, daar zou ik het liefst mee samen willen werken? Ja, dat is leuk altijd. Maar kijk, partijen die het dichtst bij ons programma staan, en als ik dan naar de Westelijke Randweg kijk, dan zie ik het progressieve woorden dat afwijst. Dat wordt een moeilijke zaak. Want ik heb daar al 25 jaar voor gestreden en we waren er bijna. En toen is het weer afgeketst. Ja, en als je dan kun je bijna niet samenwerken met de partij die dat afwijst in een programma. Maar het CDA heeft het wel in het programma staan. En inwonersbelangen en sterk woede. Dus ja, als je vraagt welke kant kijk, hoef je te kijken die kant op. Voor mijn partij is dat heel cruciaal, ja. Absoluut. RPL-TV wenst jullie ontzettend veel succes toe bij de komende verkiezingen. Nou, hartelijk dank daarvoor. We doen ons best.